Jullie hebben meegedaan aan een internationale vakwedstrijd. Dat zijn jullie tweede geworden. Wat was dat precies? Er was een vakwedstrijd voor schoenmakers. Voor heel Europa. U hebt ook meegedaan aan een internationale vakwedstrijd. Wat vond u ervan? Ja, super. Echt leuk om een keer aan mee te doen. Ook u hebt tweede plek bij de leerlingen, hoorde ik. Ja. Hoe lang doe je dit dan al? Ik doe dit nou net voor een halfjaartje. En het bevalt? Ja, super. Echt eenmaal begonnen en echt mee besmet. Hoeveel mensen deden daar dan aan mee? 30 of 40 ongeveer. Ik denk een stuk of, in mijn categorie een stuk of 6 of 7 die er meededen. Dat zijn dan alle toekomstige schoenmakers van Nederland of zijn er ook nog heel veel die niet meededen? Er zijn er ook een stuk of wat die niet hebben meegedaan. Maar nou ja, goed. En van over de hele wereld of Europees? Europees, ja. Kijk aan en noemen ze het landen op waar ze dan vandaan kwamen? Duitsland, België. En dat was op dat evenement zelf, moest je ook een schoen maken of heb je dat van tevoren al gedaan? Nee, dat hebben wij van tevoren gedaan. We konden het gewoon hier doen en hadden we een maand de tijd om alles te repareren. En zo origineel mogelijk. En ja, toen hebben we het opgestuurd. En wat krijg je zoal op een dag? Wat doe je hier zoal? Ja, je krijgt hier echt van alles binnen. Van het vetten van hakken, het beschermd wolen, tot het verkopen van een riemetje, inkorten. Ja, echt van alles. En alles even leuk of heb je voorkeuren? Nee, alles is in principe even leuk. Ja. En heeft u nog iets voor de jeugd die kijken, zeggen van ga dit doen of? Ja, zeker, ga dit doen. Ga lekker met je handen werken. Tuurlijk. Tweede prijs. Zijn jullie nu ook naast jullie schoenen gaan lopen? Dat doe ik elke dag al hoor. Nee, grapje. Nee, dat niet. We horen van je collega een ander antwoord. Ja, dat valt.